Open ruimte is voor ieder van ons van levensbelang. Ze zorgt voor voedsel en voor natuur. Voor zuiver water voor mensen, planten en dieren en ook tijdens droge periodes. En wanneer het op korte tijd hevig regent, kan het overtollige water in de open ruimte opgevangen worden. Open ruimte biedt ons momenten van rust, stilte en beleving en de plaats om elkaar te ontmoeten. In Vlaanderen verliezen we echter elke dag hectare aan open ruimte door de ontwikkeling van nieuwe harde bestemmingen, zoals wegen en woningen. Daardoor groeit de druk op de open ruimte en wordt het een hele opgave om al die broodnodige diensten te blijven vervullen. Als beleidsmaker kan je jouw steentje bijdragen om die ontwikkeling mee te helpen keren. We staan in Vlaanderen voor heel wat uitdagingen. We hebben plaats nodig om te wonen en te werken. En toch moeten we onze strategische open ruimtegebieden openhouden. Dat betekent dat we het wonen en werken moeten concentreren binnen het bestaand bebouwd weefsel. Om zo onze open ruimtegebieden maximaal open te houden. Dat is een verdichtingsopgave. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat we open ruimteverbindingen herstellen. En dat we ook vergroenen. En die verdichting en vergroening doen we best in één gebied hand in hand. Dat is een hele karwei in Vlaanderen, want eigendom en gebruik zijn in Vlaanderen enorm versnipperd. En elk perceel heeft ook een bestemming gekregen. Als je dan een verwonnen bestemd perceel in een overstromingsgebied niet meer voor wonen wil bestemmen, dan heeft dat invloed op de verkoopwaarde van dat perceel, ook al was dat tot dan toe volledig in landbouwgebruik. De groen-blauwe netwerken herstellen tot in de woonkernen, een oplossing bieden voor steeds terugkerende wateroverlast in de woonzones, het dorpscentrum via veilige paden verbinden met een groenzone, de lokale productie van voedsel en het beschermen van bossen in woongebieden. Het zijn enkele doelstellingen die binnen dat open ruimtebeleid een plaats kunnen hebben. Het is een boeiende uitdaging om deze doelstellingen in de praktijk te realiseren. De instrumentenkoffer van landinrichting biedt je als beleidsmaker een waaier aan wettelijke mogelijkheden waarmee je het open ruimtebeleid mee vorm kan geven op een manier die financieel haalbaar is. De koffer bevat een waaier aan instrumenten die je kan inzetten voor de realisatie van plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de open ruimte. Het instrument herverkaveling uit kracht van wet, gekoppeld aan een RUP of een ruimtelijk uitvoeringsplan, is één van de instrumenten die geschikt zijn om een optimaler grondgebruik te realiseren. Dat kan door percelen te herschikken en het openbaar domein aan te passen. Daardoor is het bij uitstek geschikt om de bouwshift mee in de praktijk te brengen. Met de bouwshift wil de Vlaamse regering de inname van open ruimte in de toekomst inperken en alleen nog verdichten op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Hoe werkt het instrument in de praktijk? Op veel plaatsen hebben gronden een bestemming die niet meer past bij de ruimtelijke visie van vandaag. We nemen even een kijkje in de gemeente Zuijekerke, waar het instrument in de praktijk ingezet wordt. Dus Niemunster is een dorpskern die deel uitmaakt van de gemeente Zuijekerke. Die is eigenlijk ontstaan rond de lintbebouwing, rond de centrale as, wat er nu ongeveer een 80-tal woningen aanwezig zijn in de kern zelf. In Niemunster zitten we met een beschermd dorpsrecht dat gelegen is in woongebied. Centraal gelegen in dat beschermd dorpsrecht ligt een historische hoeve en dat maakt woonontwikkeling eigenlijk wel moeilijk. Het instrument herverkaveling uit kracht van wet met ruimtelijk uitvoeringsplan laat toe om een woongebied te verhuizen van een ene plaats naar een andere plaats en tegelijkertijd de eigendommen mee te verhuizen met die bestemmingen. Voor Niemunster is er een ruimtelijke visie opgemaakt dat verder gaat dan alleen die woonontwikkelingen die we wensen te verhuizen. Het dorp heeft er veel meer uitgehaald dan het verhuizen van een woongebied van de ene plaats naar het andere plaats. Er wordt ook voorzien in een nieuw dorpshuis voor de bewoners. Er wordt voorzien in een nieuwe trage verbinding die de gewestweg die hier dichtbij ligt verbindt met de school, waardoor dat er ook veiliger fietsverkeer voor kinderen mogelijk is. Er wordt een buurtparkje aangelegd, er wordt een nieuwe waterloop aangelegd. Het is veel meer dan alleen het verhuizen simpel van woongebieden. Ik noem het altijd een instrument uit kracht van consensus en niet zozeer de nadruk leggen op het kracht van wet, omdat je het altijd moet doen in samenspraak met de mensen. Als er geen draagvlak is, dan raak je nergens. Dat is een heel impactvol instrument. Dat moeten we ook niet overal inzetten. Het is pas als je echt een grondige inrichting van een open ruimtegebied beoogt, dat zo'n instrument aangewezen is. De grote trekker in heel dat verhaal is dan uiteraard de VLM, die de nodige know-how heeft om eigenlijk die planhoogste rol in goede banen te gaan leiden.
Zoals uit deze case blijkt, biedt landinrichting heel wat mogelijkheden om projecten op een geïntegreerde manier te plannen en uit te voeren. Herken je de uitdagingen en zie je een open kans om met de instrumenten van landinrichting aan de slag te gaan in open ruimte? Neem dan gerust contact op met de VLM via info@vlm.be.